In de regio zijn allerlei burgerinitiatieven ontstaan om ijsbaantjes te creëren nu er een paar koude dagen aankomen. Zo ook in Tiel op de Waalkade. We spraken daar met een van de initiatiefnemers van deze ijsbaan, Roemer Daalderop. Vrijdag, vandaag, werd ik gebeld door Roland van Vught. Die zei, goh, Tiel Maritiem aan de haven, aan de Waalkade, kunnen we daar niet iets mee? Want er komt vorst en moeten we niet iets met die Waalplaat doen? En is dat niet iets voor trots op Tiel? Ja, en dan zie je dat al die dingen die in Tiel allemaal aan de gang zijn, samen gaan komen. Dus we hebben met een paar mensen van de binnenstad, Gert-Jan van Inge, Wim Verbeek, Richard van Baal van de Merkt en ik, hebben gedacht, we moeten dit samen oppakken. Balken, Harteman heeft voor het zeil gezorgd. De brandweer is door de burgemeester ingeschakeld en zo probeer je als stad iets snel en vlot voor elkaar te krijgen. Wij denken dat dit nu net even dit weekend nodig heeft, maar dat we maandag, en dat is leuk voor alle kinderen van Tiel, want dan is de vakantie er. En dan kunnen we volgens mij gewoon lekker naar de Waalkade komen om hier te schaatsen. En koek en zopie, er wordt verzorgd door de horecaondernemers van het plein.